Hey yo kijkers van Shadowgames 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die. En jongens, het spijt me dat de afgelopen paar dagen er geen Orcs Must Die video's online waren. De reden daarvoor was wel Assassin's Creed 4, GTA 5, Pixelmon. Ik heb het op dit moment echt gewoon enorm druk met al die series. En echt, ik wil jullie gewoon nogmaals bedanken voor alle support. Echt, het doet mij zo ontzettend veel. Orcs Must Die is bijna ten einde gekomen, maar Het was een leuke serie en jullie hebben er echt van genoten. Dus ik beloof jullie dat in de kerstvakantie Orcs Must Die 2 komt. Ik weet niet precies wanneer, maar hij komt er, geloof me. En daar gaan we echt gewoon ook epische dingen mee beleven. Maar goed, we gaan beginnen. Oh ja, trouwens. Ik heb de afgelopen paar levels volgens mij op Apprentice gespeeld, zei iemand. Want nou ja, daarvoor kreeg je maar 2 skills of zoiets. Dus dat was dus de reden waarom het zo makkelijk was. Ik moet dus wel even kijken hoe we dat uitzetten. Controls dan of zo? Nee, ook niet. Settings misschien. Nee, natuurlijk niet, dat zit er allemaal niet in. Play dan, denk ik. Leaderboard, what the fuck? Hoe kunnen we dat weer aanpassen? Oh, hier. Oké. War Mage. Prima. Ja, hier, 2 skull limit. Ah, I see. Oké. Nou, de bridge. Als het niet werkt, dan gaan we gewoon apprentice doen, jongens. De bridge. Holy shit, moet je kijken wat de levels wij nog maar hebben. Gewoon nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog maar 8 afleveringen van Orcs Must Die. Oh. Kunnen we wat upgraden eigenlijk? Holy shit, wat? Paladins are cheaper. Kun je die kopen? Wat? Wat? Kun je wat? Oké dan. Wel, oh ja, die kreeg ik nu. Wauw, oké, dat is echt epic. Of epic, dat is epic, dude. Even kijken, oké, wel, hier hebben we lava. Dat is goed, dat is nice. Oh, we hebben 2 van die dingen, oké. Eens even zien. Dan moeten we dus ondernemen. Dan gaan we gewoon 1 ding gewoon vol spammen en ja, dan doen we dat gewoon. Even kijken, want ik moet kiezen namelijk. B, open spelboek. Nou, ik wil die hebben, ik wil die hebben, ik wil die hebben en ik wil die hebben. Zo, dat is al heel veel. Die dingen zijn niet duur. What the fuck is dat voor ding? Kobold Sapper. Fast enemies who tries to blow up war mages and guardians. Shit, dat zit mij niet. Ik wil sowieso die. En ik wil sowieso die. En die. En ja, dat doen we gewoon die War Mage. Want nou ja, als ik die nog een keer nodig heb, je weet het nooit, hè. Even kijken, goed. Oh shit, nee, dat wil ik niet, wil ik niet. Ik wil de springtrap, ja. Want die is echt enorm handig. Jullie zullen misschien niet denken dat het niet handig is, maar kijk, hij kan dit zo. En dan die ook zo. Kijk, dit is echt heel handig. Ga ik ook even aan de andere kant doen, want ik heb geld genoeg dus. Kijk, ja. Oh, oké, meer hebben we niet. Helaas ben ik aan. Ze komen uit beide kanten. Oh, kut. Shit, gek. Oké, wel, ik moet ze zo snel mogelijk zien uit te schakelen. Shit, man, dan komen ze uit beide kanten, die orks. Oh god, nee. Want dit gaat al helemaal de goede kant op en zo. Nee, shit man. We zijn gewoon al 1 leven kwijt. No, please. Oh my god, dit is echt horrible. Oké, zo. Je blaast die ding gewoon op, hé. Shit, dat doet damage. Shit, dat doet damage. Ja, geef dat. My god, we hebben 12 rondes. Shit, man. Oké, wauw. Kijk, ze heeft verbrand, dat is nice. Ja, ik ga gewoon denk ik al mijn geld op 1 kant zetten. Ik denk dat ik dat gewoon moet doen. In ieder geval dat ik mijn eigen hachje hier kan redden. Want anders weet ik het ook niet meer even. Shit. Brand jij lelijkert. Oké, zo, dat is die oog. Oh god, nee.
Oh god, nee. Kom hier, jij. Dood. Kut, nee. Oh god, why you do this? Nee, 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 nee. Terug. Nee, 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 nee. Oh god, het gaat zo fout. Oh my god. Jezus, dit is echt zo moeilijk. Maar waarom is dit zo moeilijk? Ik snap het niet. Some new decorations. That's nice. Kijk, nu hebben we dit. Dat is nice. Cool geld. Ja, geef maar. Ja, dat moeten we daar maar doen, hè. Ik kan niet zo heel veel anders. Oh, wat? Wat? Ik ga dood, man. Hup. Doe gewoon dit. Dingen branden wel. Hup, ga dood, man. Shit, man. Die dingen die doen echt damage. Branden, dood. Oh god, doet dat geen damage op ze of zo? Hup, dood. Dood, sterf, demonen. Van fucking Satan. Jij zult het niet overleven. Ga eens naar de rift. Nee, 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 nee. Wat? Ga dood doen. Alsjeblieft, doe dood. Oh god. Mijn boog aimt te langzaam. Yes. Shit, dit gaan wij niet redden, denk ik. Dan moeten wij echt heel, heel, heel erg ons best doen. Misschien moet ik zo'n grote pellen eraan gaan schaven of zo. Oh nee, die moet ik eerst upgraden, denk ik. Oké, nou, we zitten in ieder geval op de goede plek voor die dingen. Ik heb ook gewoon gaan bevriezen, kijk. Hup. En jij en jij, kom maar. Oké, okay, bye bye. Oké dan. Kom eens op bij de traps. I don't think so. Oké. Traps doen veel damage, dat is nice. Je moet ook even op dieven, ja. Oh, kut, nee. Dood. Goed zo. En nog even wat van die vuurtraps doen, want die dingen doen gewoon damage en die zijn gewoon pro. Doe nog even zo'n ding. Just for good measure. Kut zo, dan komen ze daar langs. Ga dood doen. Yes, 2-in-1 shot. Hey, 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 stop eens. Ik wil niet hier. Hup. Het doet. Die fire traps doen echt damage. Die wil ik echt hebben gewoon. Waarom wil ik die? Omdat ze pro zijn. Die zijn ook gewoon pro. Kijk, en dan doe je gewoon dit. Wauw, dan hak je ze gewoon zo simpel in mooi. Dat is wel heel cool. Nee. Dankjewel. Zie je zien, ik wil nog meer springtraps. Want die dingen die zijn echt OP. Oké, ik moet wat verzinnen hierop. Oh, wacht, we kunnen wallblades, hè? Ja, 7. Wallblades. 1 wallblade doet zoveel damage. Echt niet normaal. Dat is echt op pro. Oké, dan. We hebben op beide kanten nu gewoon goede verdedigingen. Dus ik kan nu kiezen welke kant ik wil. Ja, boom, 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 boom. Dood, oké. Wauw, dat gaat wel redelijk makkelijk zo. Dat moet ik gewoon toegeven. Even kijken. 7. Ja, die win natuurlijk.
Oké, zo. Ik moet gewoon zorgen dat ik gewoon aan één kant of zo gewoon echt goed verdedig. Wauw, dat heeft echt gewoon helemaal niks gedaan gewoon. Shit, man. Mana genoeg, ja. Kut, nee. Oh, god. Waarom moeten nu dus op Fire Oak langskomen? Jezus. Kom dan. Nou, snel hierheen. Er komt altijd gespeus weer uit. Oké, waarom doet het gewoon geen damage op die krengen? Wat is dit voor meukelsaurus? En jij dat? Prima. Nou, even helen. Oké, ronde 9. We can do this. We hebben nog redelijke meuk van de rift, dus... Redelijke health, dus in theorie zal alles moeten werken. Alleen, dat is nog een beetje afwachten, want... Nou ja, het is niet zo erg makkelijk om alles, ja. Oh god, nee. Zwakke plek. Waarom branden of waarom bevriezen jullie hoofden niet? Ze bevriezen gewoon niet, hè? Oh, zijn jullie irritante wezens. Echt verschrikkelijk. Oké, recht is een arch. Oké. Nou, hier komen ze eruit. Ja, hier. Ga dood, kreng Jezus. Jij ook. Helemaal jij. Goed. Helen. Hey, ik wou net zeggen. Oh, heeft een leven afgepakt. Je kutting. Ik moet wat hebben op die dingen, echt. Ik moet er wat tegen hebben. Ik heb er alleen niks tegen. Frutte prutzooi. Weet je wat? Weet je wat we gewoon eigenlijk moeten doen? Fuck, ik kan de horde niet, of ik kan niet wat doen wat ik wil. Poep, scheetzooi. Het enige wat het probleem is... Ja, little present. For you. Oké, dan. Unleash the horde. Ik wil niet dat ik van die irritante vliegdingen aankomen. Daar heb ik gewoon echt geen zin in. Ze hebben ronde 10. Nou, we doen het weer prima, jongens. Dus wat dat betreft. Met de traps, die kunnen het daar wel aan, hoor. Want die gaan er door. En dan heb je over die wallblades nog een keer. En dus wat dat betreft. Kijk, ze redden nou wel door. Maar ze zijn nog lang niet meer die wallblades aangekomen. Dus wat dat betreft. Kut, ren Ronald. Alsjeblieft, man. Ren. Oké, dan. Oh god, er gaat er nog één door. Stop het. Oké, goed zo. Even zien. Ik moet hier iets van verdediging op gaan zetten. Doen we wel wallbleeds, muurbladen, zo. Dat is goed. Dit is prima. God, vliegers. Die dingen die... Kosten mijn leven. Dat is zo annoying. Oh god. Kom op dat. Oh god, Jezus. Oké. Nou, zijn al die dingen. Oh, godverdomme. Dood zullen jullie gaan. Jullie zullen niet voorbij mijn komen. Ja, mijn hoofd, ja. Zo.
Goed. Hey, mijn geld. Thank you. Even zien, daar moeten we hier nog wat op verzinnen. Oh, wacht, nee, ik wil hier voor die fire traps. Dat lijkt me ook best wel logisch aan de ene kant. Zo. Zo, dat we daar geen last van hebben. Oh, meer van die vliegers. Ja, gaan we dood. Wacht, die kunnen we wel aan met die belt. Die dingen bevriezen instant. Ja, bevries maar. Nou moeten we ze snipen. Oh fucking shit. Ja, dood, Kashiweide. Oh god, oh god. Dit is ronde 12, ronde 12. Ronald, je moet het hier doen, jongen. Bevriezen. Oh god, jezus, nee. Dood. Nee. Yes. 4 levens. Godverdorie. Nou, dat mag wel beter 3 skulls zijn. Wat anders dan... Oh, weer 2. Wat? Nou, ik heb het gedaan op... more rage, dus... Dat is nice. Goed. Nou, volgende keer gaan we de killing fields doen. Oké. Maar goed, jongens. Ik ga het hier beluisteren voor vandaag. Wauw, 6000 kills. Dat is wel redelijk goed, vind ik zelf. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten als je dit een leuke aflevering vond. Abonneer voor meer Arks Must Die. En je kunt me altijd even volgen op Twitter. @ShadowGames23Twitter. Want daar kom je te weten wanneer er een nieuwe aflevering van Arks Must Die wordt geüpload. Dus bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.